Maar ik pakte per ongeluk. Echt per ongeluk, je wimper. Nou maar. Ik voelde het, ja. Sorry. Hi allemaal. Welkom in weer een nieuwe herfstshowblog. Hersthal. We noemen het maar een hersthal. En hey, bestem, wat is mijn stem? Waarom lukt het niet? En we hebben bij verschillende winkels geshopt en alles verzameld in deze video. Dus ik zou zeggen, kijk mee. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Doe je al? Oh, ik zou in ieder geval zeggen, don't try this at home. Maar we hebben deze bloemen gekregen en we dachten, ja, we kunnen ze weggooien of we kunnen ze gewoon gebruiken. Dus geef gewoon even een duimpje omhoog. Yes, en klik op die abonneerknop. Doeg! Misschien moeten we maar stoppen. Ik weet niet hoeveel je van dit kan doen. Zullen we deze van licht maken? Kan hij nog zweven? Nee. Ja, gewoon doen. Oh, Tara! Oh, godsamme. Je hebt er niet onder. Ik heb mijn huis schoongemaakt. Zit je me nou uit te lachen? Shit, sorry. Oh, schilfers. Nou, zoals je misschien wel hebt gezien in onze laatste weekvlog, denk ik, hadden wij een closet sale waar wij op stonden met een kraampje. En ik ben die dag ook nog naar huis gegaan met twee nieuwe items die ik heb overgenomen van Nina Barink en van Charlotte Blitzbum. En ik had het gefilmd voor een weekvlog, maar dat zijn we vergeten in de video te doen. Dus ik ga het gewoon eventjes laten zien in deze haul. En ik heb dit superleuke vest. En hij is heerlijk zacht, zoals je kan zien. Het is echt een super heerlijk vest. Lekker oversized en chunky. Ja, echt typisch iets voor jou. Ja. Je hebt deze ook al in het zwart. Ja, toevallig inderdaad. Ik heb er eentje in het zwart die ik heel erg leuk vind. En nu heb ik gewoon een beetje een crème kleurtje. En ik ben wel echt helemaal into deze kleuren, zoals je misschien kan zien vandaag. En dit is gewoon heel erg leuk om te combineren met een lekker shirtje. Waar deze vandaan is, dat weet ik trouwens eventjes niet. Maar ik dacht dat ik wel op een andere webshop heb gevonden. Een soortgelijk vest heb gevonden. Dus die zal ik eventjes in de link neerzetten. Dus mocht je deze leuk vinden, heb ik een soortgelijke voor je gevonden die je kan shoppen. En het volgende item is misschien een beetje een soort van gevoelig momentje voor nou, Tara. Ja, een beetje, klein beetje. Klein beetje. Want we hadden deze broek gezien en dit is het model Ribcage. En hier heeft Tara al een broek van en die vond ik haar zo ontzettend mooi staan. Het is gewoon een heel mooi modelletje. Dat ik iets had van, ah, deze wil ik echt heel graag hebben. Dus deze heb ik overgenomen. Het is een heel mooi donkergrijs model en hij zit heerlijk hoog. Van een merk Levi's trouwens. Ja, en van Nina dus. En ze had hem nog helemaal niet gedragen. Maar dit is echt een fantastisch, fantastische broek. Ja, dit is echt een heel mooi modelletje. Hij is wel redelijk wijd. Het is een straight model, maar ik vind hem vrij wijd wel. Ja. Maar hij loopt wel echt straight uit, zoals je kan zien. Dus heel erg lekker broekje. Ben ik ook echt onwijs blij mee. Die heb ik al echt al heel vaak gedragen. En deze is nog wel gewoon te koop bij Levi's en op andere winkels. Dus als wij daar een linkje van... Die stoppen wij wel even in de beschrijving. Die staat in de beschrijving. Nou, laatst ging ik een dagje naar Groningen. En toen stapte ik daar ook even de TK Maxx in. Ik vind dat echt een superleuke winkel waar je gewoon van alles en nog wat kan kopen. Dingen zitten niet per se vast in het assortiment. Nee, ja. Maar goed, misschien hangt deze er op dit moment wel. Dat is echt kort geleden. Ik heb hier namelijk dit vest gekocht. En ik ben niet echt een veste persoon. En als ik dus een vest koop, ben ik heel specifiek. Mm-hmm. En ik vind deze echt top. Want hij is een beetje gebreid. Hij is kort. Hij heeft van die ballonmouwen. En hij is, heeft een roestkleurtje. Dus deze heb ik in een maat L gehaald. Mm. Van het merk Louisa Ricci. Nou, ik ken het niet. Het zegt me ook helemaal niks. Maar dat maakt niet uit. Hij was €20. Oh, dat is een goede prijs. En ik ben er super goedkoop. En ik ben er echt heel blij mee. Ik heb hem al best wel vaak gedragen. Want ik ben vooral in de herfst. Ik ben gewoon iemand die het heel warm heeft nog steeds. Dus dat ik nu een trui aan heb is best wel... Ik heb het ook echt heel warm nu. Dus ik heb liever een t-shirt aan met een vest erover. Als jij misschien weet waar je een soortgelijk vest kan vinden in het zwart. Ik zoek met me namelijk... die bolletjes? Ja, met van die ballonmouwen en van die bolletjes het liefst. Let me know, want ik zoek me helemaal een ongeluk en ik heb het nog steeds nergens gevonden. Nou, we mochten ook weer wat items uitzoeken bij de webshop Comcat Fashion. En allereerst hebben wij dezelfde trui. Tara heeft hem in de hand, ik heb hem hier aan. We hebben ieder een andere maat, dat wel. Ik heb een maat SM en we zullen even laten zien hoe dat eruit ziet. En Larissa heeft maat ML. Mm-hmm. Eigenlijk is het best wel soortgelijk. Ja. En we vinden allebei dat kleurtje gewoon heel erg mooi. En hij zit wel chill en hij heeft een V-hals, dus dat vind ik ook wel... leuk. Ook van Comcat Fashion, wat wij ook bijna hetzelfde hebben. Is een lekker flairtje. Een flare pantsie. Lekker flairtje. Nou, zoals je weet, Tara is echt mega dol op flare pants.
En ik ook wel. Ja. En nu hebben we gewoon weer een nieuwe in de collectie. En het is een beetje een soort van twinning moment. Want Tara heeft hier een zwarte flarepants met bliksemschichtjes erop. En ik heb dezelfde variant, maar dan met witte sterretjes. En het is een soort van fluwelen stofje. En dit vind ik wel echt gewoon heerlijk. Dit is gewoon leuk. Ik hou wel een beetje van dat fluweel ook. Het is niet van dat fluweel dat echt heel veel stofjes aantrekt. Nee, dat valt wel mee. Goed uit. Voor de rest is de binnenkant wel wit. Dus dat zie je in sommige gevallen bij de dingetjes als je hem zo dubbel vouwt een klein beetje erdoorheen. Maar in principe is hij gewoon wel lekker zwart. En ik vind het echt helemaal leuk. Lekker stretchy. Dit is gewoon echt super comfortabel. Ja, comfortabelheid ten top. Als jullie zouden kiezen, zouden jullie dan gaan voor bliksem of ster? Dan heb ik hier nog een colbertje. Dit is de double-breasted colbert. Volgens mij noemen ze dat zo omdat hij twee rijen knopen heeft. Ja. Toch of niet? Ja, oh. Oké. Okay. Wat ik dus wilde is echt een... Sorry. Wat ik dus wilde is echt een oversized colbertje. Ik zag dat bij een meisje op Instagram die ook op YouTube zit. Zei het sunbeamsjes? Sunbeamjes. Oh, nee, dat meen ik niet. Oh, ik wist niet dat ze gewoon Jess heette. Ja, volgens mij wel. En ik vind haar stijl heel erg leuk. En ze haalt gewoon een foto. Heel vaak deelt ze foto's van haar outfits. En dan draagt ze een oversized colbertje. En dan vond ik hem helemaal cool staan. Dus ik dacht, nou leuk, wil ik ook. Ze model op de website die droeg een S. Ik dacht, nou dan bestel ik een L. En hij zit eigenlijk gewoon precies goed bij mij. Dus hij is niet mega oversized. Maar hij is wel lekker groot. De lengte is goed. En, het is gewoon ook net even iets anders dan een spijkerjasje of een ander jas. Want ik wil hem wel echt als een jasje dragen. En niet als een... Best. Ja, het is ook heel leuk denk ik als je een capuchon hebt voor de overheid. Oh ja. Dat wel tof staan. Ja, de capuchon is leuk en ik heb het al geprobeerd met een mut. Ik moet nog wel een klein beetje wennen aan de look, maar ik vind het wel leuk. En ik zie het ook overal op andere webshops en dergelijke dat het colbertje terug kan, komt. Dus misschien... Je bent hip en trendy daar. Is ben dat nog wat je probeert te zeggen? Ik ben er nog een klein beetje onzeker over. Maar ik vond het wel gewoon heel tof staan. Dus deze is ook van Come Get Fashion dus. Nou, verder zitten hier een klein beetje pads in de schouders. Dus het geeft wel een hele mooie vorm. Het is niet te heftig, vond ik. Dus ja, ik ben wel heel erg blij met deze. En ook van Come Get Fashion is deze zwarte broek. Hij is echt heerlijk stretchy. Het is een mom jeans model. En bij mij zit hij wel redelijk strak. Eigenlijk over het algemeen alleen bij de... Kuit en enkel is hij dan wat losser. En dat vind ik altijd wel heel erg lekker casual staan. Met een beetje opgerold pijpje. Maar zou je hem dan wel mom noemen of gewoon een straight? Ik vind het misschien eerder een straight-achtig model. Maar hij loopt wel ietsje naar binnen. Dus daarom wordt het geen straight ik. Maar ik heb hem in de maat S besteld. Want hij heeft echt super veel stretch zoals je kan zien. Dus hij is echt heerlijk comfortabel. En hij is een beetje tussen mid-rise en high-rise. High-rise in. Dus dat is ook wel heel erg lekker. Dan heb ik hier nog een basic vest. Ik weet niet of je de video hebt gezien. Sommigen van jullie hebben hem gezien. Dat Larissa voor een week lang mijn outfits ging stylen. Met kleding uit mijn eigen kast. En daarna had ik een beetje bevestigd aan mezelf. Van hey, ik heb nieuwe vesten nodig. Mm-hmm. Dus ik heb al die hele leuke mooie roestkleurige gehaald. En ik miste ook nog een super basic vest. Dus ik heb deze van de H&M. Met een capuchonnetje en een ritsje. Het is gewoon eigenlijk een hoodie met een rits. Ja. Dus dit is echt super chill. Om gewoon überhaupt te hebben. Ik vind het niet per se een super fashionable vest. Maar dat maakt eigenlijk ook helemaal niks uit. Het is gewoon de perfecte basic. Hij kost €20. En ik vind het gewoon heel leuk om dit capuchonnetje dan over een leren jasje of een spijkerjasje of een blazertje te dragen. Dat vind ik gewoon een hele leuke look hebben. Dus heel blij mee. Nou, dit jasje die ik nu aantrek van Wrangler. Deze is trouwens ook nieuw, maar die ben ik helemaal vergeten te noemen net in de shoplog. Dus vandaar dat ik hem nu even tussendoor nog even met je deel. Want hij is echt super chill. De binnenkant is van dat nep fur. Dus het is echt zo'n shirling jacket. En hij is lekker oversized. Ik vind hem heel erg leuk staan met dat capuchonnetje er zo over. Dat staat wel heel erg stoer. En voor de rest vind ik deze voor deze tijd van het jaar echt nog wel warm genoeg. Dus... Love it! En net als de rest staat het linkje van deze jas ook in de beschrijving. En dan verder heb ik ook nog een boek besteld. Hij zou vandaag bezorgd worden, maar dat is dus nog niet gebeurd. Dus ik laat het wel gewoon zien in de b-roll als ik hem heb. Maar nu heb ik niks in mijn hand. En dat is het boek Why We Sleep van Matthew nog iets. Ik wist de naam even niet uit mijn hoofd. En dat is best wel een bekend boek. En dat gaat echt helemaal over slapen. Waarom het zo ontzettend belangrijk is. Eigenlijk gewoon dat. Okay, dus ik ben er super benieuwd naar, want ik ben altijd gewoon heel erg bezig met
Nou, mijn slaap, ik droom echt superveel, heel vaag. En ik slaap eerlijk gezegd de laatste tijd heel erg slecht. Dat was een beetje de aanleiding dat ik dacht van, nou, ik ga dit boek bestellen. En ik had een bol.com bon gekregen als cadeautje. Dus ik dacht, ja, ik ga het gewoon eventjes doen. Ik ben heel erg benieuwd naar dit boek en ik wil gewoon wat meer lezen. Shit, jij kan dit echt gewoon. Ik weet niet, het maakt niet uit welke kant ik. Ja, je hebt het even gehad. Waarom lukt dat niet, Liz? Zo. Nou, dat hoeft niet hoor, dat hoeft er niet in. Al mijn spet is in mijn gezicht. Ik ben breed. Pumped. Kortsluiting. Jongen, jongens. Ik heb daar een conclusie uit getrokken. Zijn we serieus een scriptiepresentatie aan het doen? Word ik een beetje zwart voor mijn hoofd. Holy shit. Waarom moet niet zo? Dus ja, dat waren de aankoopjes van ons van de afgelopen tijd, verzameld in deze shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En let me know als je weet waar dat ene vest te krijgen is in het zwart, want echt, ik ben echt op zoek. Ja. Zou ik super fijn vinden om te weten. En super bedankt voor het kijken natuurlijk weer naar deze herfsthaul, herfstshoplog. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeker zeggen, tot in de volgende video. Doei! Doei.